Hallo allemaal. Welkom bij de online open dag van Albeda Zorgcollege. Mijn naam is Ahmed Dikbas. Ik ben docent burgerschap en projectleider bij Team Strategie en Externe Betrekkingen. Ik neem jullie vandaag mee op ontdekkingsreis binnen het Zorgcollege. Als de afgelopen tijd ons iets heeft geleerd, is het wel hoe belangrijk de zorg is. Albeda Zorgcollege is een van de 13 colleges van Albeda en is ook het grootste college. In dit blok gaat het over de niveau 2 opleiding, dienstverlening, zorg en welzijn. En de praktijkroute dienstverlening. Ik wil mijn gasten voorstellen. Ik begin bij de student. Ja. Tamara Simons, jij bent student dienstverlening. Ja, klopt. En Clari Ome, jij bent onderwijsleider bij de opleiding dienstverlening, zorg en welzijn. Voordat ik verder ga met het gesprek, wil ik een oproep doen aan de kijkers. Stel je vragen via de chat. Die worden beantwoord door allemaal slimme mensen die heel veel kennis hebben van de opleidingen. Dus doe dat vooral. Clari, jij bent onderwijsleider. Klopt. Neem ons even mee bij de opleiding dienstverlening. Ja. Die dienstverlening, dat is heel breed. Heel breed, klopt. Ja. Ja, de opleiding dienstverlening, wat jij zegt, is inderdaad heel breed. Maar wij bieden bij het Zorgcollege het uitstroomprofiel, zoals dat heet, met een moeilijk woord, zorg en welzijn aan. En dienstverlening kent ook nog twee andere uitstroomprofielen, sport en recreatie en facilitaire dienstverlening. Als je start bij zorg en welzijn en je denkt na 10 weken, ik denk toch niet dat ik hier helemaal op de goede plek zit. Ik zou veel beter bij facilitaire dienstverlening kunnen zitten of bij sport en recreatie, kan je altijd nog een overstap maken. Maar je start wel, je schrijft je wel in voor dienstverlening, zorg en welzijn bij het Zorgcollege. Dus in eerste instantie is dat wel vaak jouw keuze, dat je begint met zorg en welzijn. Oké. Okay. En die opleiding is BOL, BBL, wat zijn de routes? We hebben een BOL-opleiding, we hebben BBL-opleiding. Wil je dat ik gelijk uitleg wat het betekent? Graag. Komen we daar nog op terug? Ja, dat okay. is jouw feest. Oké, de BOL-opleiding is, dan ga je naar school en je gaat in de loop van de opleiding stage lopen. Dus dat is school en stage, dat is ook wat jij doet, hè, ja, Tamara? Klopt. Ja. En de BBL-opleiding, dat is werken en leren. Dan moet je eigenlijk zelf eerst een baan gevonden hebben in de zorg. En dan ga je daarnaast ga je werken en ga je 1 dag in de week naar school. En dan hebben we ook nog de praktijkgestuurd leren, de praktijkroute dienstverlening. Dat zie je ook op de site staan als een van de opleidingsmogelijkheden. En dat is eigenlijk een BOL-opleiding, maar die opleiding die doe je helemaal in de praktijk. Dan ga je dus niet naar een schoolgebouw, maar ga je bij een praktijkinstelling. En we werken samen met een aantal bedrijven. We hebben samenwerking met Humanitas, met Laurens, maar ook met Facilicom en met het sportbedrijf Rotterdam. En dan ga je in een van de gebouwen van die organisatie, volg je je opleiding, ga je aan het werk. Dus je bent iedere dag, een deel van de dag ben je ook daadwerkelijk in de praktijk aan het werk. En de andere deel van de dag volg je dan les, maar in het gebouw van de organisatie met een vaste docent die jouw coach is, zowel voor het werk op de werkvloer als om de lessen te geven. Ja. Dus dat is weer een heel ander soort traject. Mooi. Volgens mij hebben wij daar een filmpje van. Kijk. Een technisch probleem met betrekking tot het filmpje. Gaan we het opnieuw? Ja. Kan je die ook omdraaien voor mij, ding? Daarachter. Gewoon in de praktijk met me bezig zijn, dat vind ik veel leuker dan in de boeken zitten. Het bijzondere aan deze opleiding is dat je vanaf dag 1 in de praktijk bent, dat je geen standaard saaie theorie krijgt en dat je elke dag lekker actief bezig bent. Wie doet er allemaal mee?
Minder dat de docenten eigenlijk lesgeven, want je moet zelf natuurlijk je leervragen doen. In de middag doe je kennis op over hetgeen waar jij vragen over hebt en de dag erna ga je weer de praktijk in, waardoor je elke dag bezig bent met hetgeen wat je op school leert. Ik beweeg heel veel, dus voor mij is het echt gewoon ideaal om hier te staan. Ook bezig met de kinderen en dan je brengt het gelijk in praktijk uit, dus voor mij is dat de ideale oplossing. Ik ben 3,5 jaar hier in Nederland en ik kwam uit Iran. En ik heb eerst de taalcursus gedaan en na de taalcursus heb ik deze opleiding gevoeld. Het leuke van deze opleiding vind ik om praktijk te doen en meer bewegen, sport. Ja, we zitten weinig in de klas op de stoel. Telefoon opnemen, achter de bar staan, ruimtes klaarmaken en opruimen. En eten klaarzetten, koffie en thee. En met de evenementen zijn we ook mee bezig. Ik ben zelf sinds 1,5 jaar betrokken bij de praktijkroute en ik zie echt een wezenlijk verschil. Studenten zijn gemotiveerder, enthousiaster en ze zijn zelfverzekerder in hetgeen wat ze doen. Ja, in het begin was het een beetje moeilijk, maar dat valt mee nu. Meer omgaan met mensen en kinderen ook. Om hoe met kinderen omgaan. Of ja, sommige met de gedrag voor de kinderen en soms mensen. Als jij gaat meer doen, dan krijg jij ervaring. Ja, en dan kan het alles zelfstandig ook werken. Hij is leergierig. Dus dan weten ze, dit is een leergierig die alles wil weten voor zijn toekomst dat hij bouwt. Zo zien we maar, praktijk is de leermeester. Tamara, ja. Jij bent student bij de opleiding dienstverlening. Ja, klopt. Waarom heb jij gekozen voor deze opleiding? Ik wil later in de zorg werken, het liefst ouderenzorg. En ja, daar heb ik wel deze opleiding voor nodig. En ik wil later doorstuderen naar niveau 3. Verzorgende IG. Ja. Dus jij hebt echt een groot zorghart. Ja, zeker. Komt dat ergens vandaan? Ja, mijn moeder werkte in de zorg. Aha. En vroeger toen ik klein was, ging ik wel eens mee, dus daar is het ontstaan. Appel valt niet ver van de ja. Mooi om te horen. Nou ja, dat het. Je hebt ook soms mensen die een opleiding kiezen omdat ze het niet weten, maar Je hebt er echt doelbewust over nagedacht. Ja, zeker. Ja. Ook vanuit je moeder. Mooi om te horen. Hoe gaat het nu op school in coronatijd? Ja, het is allemaal even wennen natuurlijk. Ja. Niemand had dit verwacht. Ja. Maar ik vind dat school het goed oppakt. Alle maatregelen en zo. Oké, en krijg je ook nog fysiek les? Ja, één dag in de week. Ja, waarvan 3 dagen stage. Ja. En op jouw stage, hoe gaat het daar met alle corona? Ja, ik mag daar. Want jij loopt stage in de ouderenzorg, ja, hè? Klopt. Ja? En mondkapje op. Het liefst niet te dicht bij de mensen in de buurt. Maar ja, als je ze moet helpen met persoonlijke verzorging, dan moet je natuurlijk wel in de buurt komen. Dus ja, dan doen we dat dan ook wel gewoon. Mm-hmm. En ja, voor de rest gaat het goed. Gaat goed, ja. En wat zijn je werkzaamheden? Helpen met persoonlijke verzorging. Dus in de ochtend ADL help ik ze bij. Ontbijt maken. Ja. Koffie, thee geven. Helpen naar het toilet gaan. Okay. Ja, dat zijn mijn taken. Want jij loopt volgens mij, loop jij nu, dit is je tweede leerjaar. Ja. En dit is ook dezelfde plek als afgelopen schooljaar waar je stage hebt gelopen. Ja, normaal gebeurt dat niet. Nu wel? Ja. Waarom wel? Omdat ik daar heel kort heb stage gelopen door de corona, zeg maar. In februari begon ik daar met stage. En ja, in maart toen brak het hier natuurlijk helemaal los. Ja. Dus ik mocht daar weer terugkomen. Mooi. Ja, en zijn de werkzaamheden anders nu door corona? Toen ik daar begon, was er al natuurlijk al wel corona, dus eigenlijk niet. Nee. Okay. Nee. En heb jij in je werk ook echt met coronapatiënten te maken of zijn dat aparte afdelingen? Nee,
we hebben daar maar één afdeling, zeg maar. En ik was daar net op tijd weggehaald, zeg maar. Okay. Want daarna is het wel ja, goed, want alle mensen die corona hebben worden naar één afdeling gebracht en daar loop jij geen stage. Nee, we hebben nu helemaal geen... Oh, jullie hebben geen mensen? Nee, oh, nee. Gelukkig. Nee, maar er was wel, het was er wel. Hmm. En net daarvoor was ik daar weggehaald door school. Ja, ja. Okay. Voordat ik overga op jou, Clary, nog als je een tip zou geven aan toekomstige studenten, dienstverlening, zorg en welzijn. Wat zou jouw grootste tip zijn? En laat zien dat je het wilt. En dan word je ook echt goed geholpen. Ja. Oké, mooi. Mag ik nog een vraag stellen? Ja, en, jij kiest heel bewust voor de zorg. Hè? Jij zegt, nou, ik heb dat van mijn moeder gezien. Ik wil graag in de zorg gaan werken. Jouw klasgenoten, hoe is dat? Kiezen die allemaal voor de zorg? Of zijn er ook bij die echt andere keuzes maken? Nee, niet iedereen. Kinderen, baby's. Heel veel willen met kinderen werken. Ja. Dat is niet per se. Nee, dat klopt ook. Dat is misschien wel goed om even te vertellen, Ahmed, als jij het goed vindt. Ja, tuurlijk hoor. Het is zorg en welzijn. Dus het is niet zo dat je met deze opleiding alleen maar door kunt gaan om in de zorg te werken. Nee. Er zijn veel studenten die inderdaad bij ons komen omdat ze heel graag door willen in het werken met kinderen. Hè, in het pedagogisch werk of in de hulpverlening aan jongeren. Heel veel studenten willen ook heel graag met jongeren gaan werken. En eigenlijk kun je vanuit deze opleiding natuurlijk ook altijd doorstromen naar een niveau 3-4 opleiding. En je kunt in de opleiding wel stage lopen met kinderen. Hè? Op een basisschool, bij de TOS bijvoorbeeld, thuis op straat of bij gastouder, soms ook bij kinderdagverblijf. Maar je kunt met deze opleiding daar niet gaan werken. Je kan wel stage lopen, maar daar kun je niet werken. Dan moet je altijd doorstromen naar niveau 3 of 4 opleiding. Pedagogisch werk of onderwijsassistent of social work. En dan of naar de MZ-opleidingen, maatschappelijke zorg, waarbij je ook echt met andere doelgroepen kunt gaan werken. Ja. En met niveau 2, als je daar een beetje naar kijkt van waar is dan werken, als je echt wil stoppen naar je niveau 2 en je zegt van nou, voor mij is het genoeg geweest, ik ga eerst lekker werken, dan is er wel veel werk in de ouderenzorg, maar in die andere sectoren kun je met het niveau 2 diploma niet echt aan het werk komen, maar wel altijd doorstromen. Dus dat is nog wel belangrijk, denk ik, om even te weten. Ja. En misschien ook nog wel goed om te vertellen dat de opleiding in principe 2 jaar duurt. Maar kijk, Ahmed die weet het. Je kunt hem altijd, de meeste studenten, die lukt het om het in 1,5 jaar tijd te doen. Dat gaat jou ook lukken, denk ik, hè? Ja, als het goed is wel. Ben je februari klaar, dan ga je lekker met de VIG-opleiding verder. Ja, klopt. En we hebben zelfs ook groepen die de opleiding in 1 jaar tijd doen. Hè? Ja. En dan dat is wel, kijken we wel eigenlijk bij de intake al van, welke studenten komen daarvoor in aanmerking. Moet je eigenlijk ook wel een aanbeveling hebben van je mentor van het VMBO. Die zegt van zo, dit is echt een goede leerling. En want we willen eigenlijk iedereen de kans geven om, als je gemotiveerd bent en je aanwezigheid is goed en het lukt allemaal heel goed, ook met het leren, om je dan ook zo snel mogelijk door die opleiding heen te loodsen. En weer de vervolgstap te gaan maken in je studieloopbaan. Ja. Misschien als toevoeging, verkorten is niet... betekent niet dat ze dingen minder moeten doen. Nee, maar het is dus het traject in 2 jaar tijd, beste kijkers, in 1 jaar doen. Dus het is erg zwaar. Maar daar krijg je maatwerk voor, een maatwerktraject van. Daar word je dan door ondersteund door de docenten. En, want je moet wel inderdaad alle vakken doen. Ja. En misschien kan jij nog even vertellen welke vakken je hebt. Ja. Loopbaan en burgerschap. Mooiste vak. Ahmed-vak, ja. Communicatie, hospitality, Nederlands, rekenen. Je hebt 2 keuzedelen. Ja. Welke heb jij gekozen? Ik heb voor Engels en doorstroom gekozen. Ah. Om meer op weg te helpen naar niveau 3. Omdat het wat makkelijker. Ja. Alvast een beetje En wat is doorstroom? Doorstroom, wat moet je dan doen? Je wordt klaargestoomd daardoor, daarvoor. Je maakt opdrachten. En je gaat je meer verdiepen in wat je op niveau 3 kan verwachten. Oké, mooi. En je had het net ook nog over ADL. Dat is ook een vak, hè? Ja, en PZ-ADL. En HDL, als ik het goed zeg. Kan je uitleggen wat je daar leert bij ADL? En ADL? Bij, ja, weet je dat nog? ja, dat zijn de alledaagse... Levensverrichtingen. Wassen, precies. Sokken aantrekken, of aankleden in het algemeen. Mm-hmm. Tanden poetsen, haar borstelen,
handen wassen. Dat is erg belangrijk nu. Hygiëne, ja, precies. Praktijk. We wassen onze handen stuk, hè? Ja, ja. Zeker. Beste mensen, mochten jullie nog vragen hebben, die kan je uiteraard in de chat stellen. We hebben op de website van Albeda enorm veel informatie over alle opleidingen. Het lijkt een beetje op de website van het Rijksoverheid, maar in plaats van ministeries zie je bij ons allerlei colleges. En als je dan op het zorgcollege klikt, dan heb je, komen alle opleidingen tevoorschijn. En mocht dat niet voldoende zijn, dan hebben we nog STIP, studieinfopunt, waar je terecht kan voor al je vragen over alle opleidingen. En zeker ook over de opleiding dienstverlening, zorg en welzijn. Zit onze tijd er al op? We hebben nog 3 minuten, Clary. Oh. Nou, ik wilde nog wel even... Tuurlijk. Mag ik nog even van die 3 minuten gebruik maken, ja, als het er toch nog op zit? Ik denk dat het nog goed is om even iets te vertellen over het verschil tussen BOL en de praktijkroute dienstverlening. Zeker, ja. Want bij de BOL hebben we alleen maar zorg en welzijn. Hè? Dat is zeg maar echt op school en stage lopen. En bij PGL kun je ook die 2 andere uitstroomprofielen, waar ik net helemaal in het begin al wat over zei, kan je daar ook volgen. Dus daar kun je zowel zorg en welzijn als facilitaire dienstverlening, als sport en recreatie volgen. Dus misschien ook nog even goed om te weten voor toekomstige studenten. En verder denk ik, welke vervolgopleidingen kun je allemaal kiezen? Dat is misschien ook nog goed om even te noemen als je hier mee klaar bent. Je kan eigenlijk dan, als je niveau 2 diploma behaald hebt, heb je je startkwalificatie en kan je eigenlijk naar alle niveau 3 en 4 opleidingen die er zijn, maar de opleidingen in zorg en welzijn die het best aansluiten zijn wel de VIG of verpleegkunde of de MZ-opleiding in 3-4, pedagogisch werkopleiding in 3-4, die sluiten eigenlijk wel het allermooiste aan bij deze opleiding. Mooi, dankjewel. En wat zijn de toelatingseisen? Ja, heel goed. Ja, ook nog even. Ja. Nou, je moet in ieder geval je diploma aan basisberoepsgerichte leerweg gehaald hebben op het VMBO. En of een niveau 1 opleiding hebben afgerond. En eigenlijk zijn dat wel de toelatingseisen. Natuurlijk, als je ergens uitgestroomd bent zonder diploma, dan is er altijd een bijzondere toelatingsprocedure. En dan kan het soms ook dat je wel wordt toegelaten. Maar in principe moet je wel eerst je VMBO of niveau 1 diploma behalen. Dankjewel, Clary. Bedankt voor de uitgebreide informatie. Wat weet jij veel van de opleiding? Ik werk er ook al een paar jaar. Yeah. Beste mensen, dit was het onderdeel voor de opleiding dienstverlening, zorg en welzijn.